Ik moet u eerlijk bekennen dat ik de schurft heb aan televisie, aan omroepen en vooral aan het Mediapark. Ik merk op Twitter dat al die mensen die iedere avond televisie kijken langzaam maar zeker gek aan het worden zijn. Hoe kan een mens in godsnaam na al het oeverloze gekakel rustig gaan slapen? Als de babbelshows zouden stoppen met een podium te geven dat al die leeghoofden met hun prietpraat, die kutbeerners, dan bloedt de nondiscussie vanzelf dood omdat ik buitensporig veel over de Nederlandse televisie twitter, wordt gevoelig aangenomen dat ik de godganse avond naar het kijkkastje van de duivelkoeken loer. Nou, als dat zo zou zijn, hadden ze maar lang opgeborgen in een of andere gesticht hier in de Algarve. Ach, u kent het wel, zo'n zorginstelling waar de cliënten naakt aan een ketting liggen en in een emmer moeten poepen en waar men één keer per dag de brandstang richt op de gekkies, zodat ze lekker schoon en lekker rustig worden. Ik volg televisie enkel en alleen via twitter. Overdag is Twitter een aardig nieuwsbron, maar s'avonds verandert de sfeer en wordt de site het domein van bankmintjes die tot middernacht als zombies naar het blauwe oog staren en daar ongebreideld commentaar op geven op Twitter.